Dames en heren, het gaat niet om de bestemming, het gaat om de reis. Mijn gast van vanavond heeft dat echt veel te letterlijk genomen en daarom maakt ze nu al 25 jaar reisprogramma's. Niemand ter wereld heeft zo vaak Mind Your Step gehoord als zij. Rechtstreeks vanuit Toscane is hier, dames en heren, Floortje Dessing! Wat leuk dat je daar bent. Nou, dat ik hier mag zijn. Tuurlijk. Veel leuker. Ja, je komt rechtstreeks uit Toscane. Bijna. Ja, nee, je komt uit Syrië eigenlijk. Ja, gaan we het zo even over hebben. Ja. Maar je komt niet alleen qua afstand van ver, maar je komt ook in je leven van ver. We beginnen even met een klein fragmentje van hoe ver je precies komt. Wat me vooral opvalt op televisie is de glitter, de glamour en de verre reisjes. En toen dacht ik bij mezelf, dat kan ik ook. Nou, het ziet er allemaal erg indrukwekkend uit hier, dus... Ik ga maar eens even om me heen kijken. Bonjour. Qu'est-ce que tu parles anglais? Dat is het juist. Over een half uurtje staan we op Engelse bodem. Super grappig. Wat was er met die cameramannen van toen? Waren die altijd dronken of zo? Wat gebeurde er? Dat was heel hip toen. Ja. Ik ben echt heel lang geleden begonnen. Heel lang. Ja, was dat confronterend? Nee. Nou ja, wat dat je denkt, oh man, wat zijn we ver, zeg maar, nu. Ja. Jezus. Maar het is heel grappig, want dit was mijn allereerste buitenlandtripje. Deze? Ja. Naar Engeland ook? Ja, lekker. Want Gijs Staverman was ziek. Oh ja. En ik mocht invallen voor de Mega Top 50. Vond ik helemaal geweldig. Ja. Ja, dat was het begin. Ja. Want je bent nu van... Je ging van... Ik bedoel, mensen die hebben nog misschien een clichébeeld bij jou van... Oh, ik sta hier in Barceloneta en de cocktails zijn lekker goedkoop. Maar je komt net uit Syrië. Wat... Nou, ik weet niet of mensen dat beeld nog hebben, want ik nu maak nee, nu ik chargeer, dat is het programma. Nee, maar ik maak iets van... dat mag ik. Ja, oké. Okay. Nou ja, okay. Ik neem het even terug. Nee, inderdaad. Mensen kennen jou van hele zware reisprogramma's. Nee. nee, sorry, flauw. Dat was flauw van mij, flauw van mij. Nee, ik bedoel meer van het clichébeeld van het reisprogramma. Is dat misschien? Was dat? En maar ja, nu absoluut. Kom je dus daar kom ik absoluut vandaan, helemaal waar. En ik heb gewoon een soort van beetje een transitie doorgemaakt. Ja. Zoals meer mensen op televisie. En nu ben ik een beetje in een iets andere hoek terechtgekomen. Ja, want je komt net uit Syrië. Waarom ging je naar Syrië? Wat ging je daar doen? Eigenlijk komt er een hele grote actie aan in Nederland... om aandacht te vestigen op de situatie in Syrië. Want het gevecht is voorbij. Er wordt niet meer gevochten. Mm-hmm. En de grenzen zijn een soort van bevroren. Maar het gaat daar slechter dan ooit. Ja. En natuurlijk hebben we ons hoofd nu bij de hele andere grote crisis in de Oekraïne. En dat moet ook zeker zo blijven. Maar het leed in Syrië is echt gigantisch. Dus ik wilde daar echt zelf naartoe. Verhalen maken, interviews en dat was heel aangrijpend, mag ik zeggen. Ja, en dat is natuurlijk iets heel anders dan een leuk exotisch reisprogramma inderdaad. Maar wat voor gevoel zit je hier nu? Oh. Nou, het is heel gek, want ik kom uit Damascus en uit Homs. En Homs is een vrij grote stad in Syrië, die eigenlijk het centrum daarvan is gewoon helemaal platgelegd door de bombardementen. En als je daar dan staat en je kijkt daarnaar, je brein kan het niet eens bevatten. Ik was er 6 jaar geleden voor het eerst. En die mensen die dit allemaal hebben meegemaakt... die hebben zoveel leed achter de kiezen. En die hebben nu een hele zware economische crisis erbovenop. Waar ze verdienen nu gemiddeld $35 per maand. En een liter benzine is nog steeds $2. Ja. Dus mensen kunnen letterlijk... Ja, die verzuipen gewoon. Mm. En ja, je kan gewoon niet voorstellen... Ze hebben echt, het is vlek op vlek. Het is alleen maar ellende. Ik maak wel even een harde overgang. Want dit is ook een programma met een luchtiger toontje. beetje zwaar, hè? Ja, maar dat is ook het gevoel waarmee ik hier zit. Ja, echt zo van, je komt uit die ellende en dan kom je hier in Nederland. En dan hebben we het ook heel veel wat er mis is en wat er misgaat. En wat we ook echt moeten benoemen. Maar tegelijkertijd hebben we het ook nog zo belachelijk goed. Ja. En dat heb ik wel het idee dat we dat soms een beetje uit het oog verliezen. Zoals gisteren ook met die algemene beschouwingen en dat geschreeuw naar elkaar. Ja. En dat, weet je wel, dat nou gewoon heel normaal geworden is om gewoon onzin uit te slaan. Zit je dan nou schreeuwend naar de televisie? Ik zit heel vaak schreeuwend naar de televisie. Nee, maar echt, word wakker, weet je. Ja. Ik zou zo graag heel veel mensen een maand meenemen naar Syrië of zo. Ja. Om maar even ik weet wel een paar politici die ik ken er ook nog wel een paar. Mee mag nemen naar Syrië.
Hey, ik neem altijd souvenirs mee als ik terugkom. Maar ik denk, als jij dat doet, dan heb je je huis of een extra schuur moeten kopen. Neem jij ook wel souvenirs mee? Ja, in het begin heb ik heel vaak dingen meegenomen. Ja. En dat leer je op een gegeven moment wel af, want je huis is vol. Ja. En soms... ik heb een keertje een koelkast uit Argentinië meegenomen. Wat? Wacht even, meestal neem je magneetjes mee voor op je koelkast thuis. Maar jij nam een koelkast mee voor op je magneetje. Ja. Waarom een koelkast? Ja, dat vond ik mooi. Dacht ik, oh, dat is leuk. Prima. Je kan in principe alles meenemen wat je wil, hè? Voor je koelkast. Zo is het ook. Want dat laat je dan gewoon alles wat op de band past, kun je meenemen. Als je er een sticker op doet en het past op de band... je wil niet weten wat ze er allemaal meenemen, serieus. Wat grappig, ja. Hè? Maar ik ook laatst, ik ben net terug uit Irak. Dat was ook zo'n gezellig reisje. Heerlijk, ja. Het was heel echt een helle tocht ook. En toen had ik per ongeluk een souvenir bij me. Want daar ging de grens over. En Irak was echt, vond ik best wel zwaar en gevaarlijk. En we reden in kolonnen met... veiligheidsmensen, want anders dat kan het niet. Dan kom je niet echt aan de grens meer aan. Nee. Maar we waren dus na alle ontberingen uiteindelijk in Kuwait aangekomen. En op de grens controleren ze dan nog één keer je auto als je de Kuwait binnengaat. Ja. En ik was echt zo blij dat ik daar was, want ik was er en het was veilig. Maar toen vonden ze in de achterbak nog een klein souvenir wat ik bij me had... van een lange reis die ik aan het maken ben voor een nieuw programma. Waarbij ik dus helemaal van Nederland naar Nepal reis. Oh. Wow. Maar ergens in Duitsland hadden we als souvenir een fles sterke drank gekregen. Oh. Dus we waren bijna de grens over. En toen zei die douanier, is dat drank? Ja, ik was drank. En toen was het echt zo van, you have a big problem. Oh, toen zijn we 6 uur op een strafbankje gezet. Holy fuck. En heb ik even nog snel gegoogeld wat voor straf staat op sterke drank. Wow. Het enige wat ik las was, it can lead up to 10 years in prison. En toen werd ik weggehaald. Nou, but it's snaps van Düsseldorf. Hallo. Jeetje. En toen kwam op een gegeven moment echt een hele grote brede douanier aan. En die zei alleen maar tegen mij, you come with me to the toilet. En ik serieus. Dat is echt serieus. Ja. Dus ik ben echt meegelopen. En die stappen die je dan zet, die 30 seconden tot het toilet, denk je echt, nou, dit was het. Maar wilden ze even lekker samen tutten? Of wat wilden ze? Ja, dat was het. Nou ja, uiteindelijk zit ik hier nog en kan ik met jou het verhaal vertellen. Je moest, denk ik, ze gingen je ontlasting controleren. Nee, uiteindelijk moest ik gewoon alleen maar die fles in het toilet leeggooien. Ik denk meteen veel te... En ik jullie ook, hè? Wat is dat? Nu we het daar toch over hebben, wat is dat voor programma? Je gaat naar Nepal? Ja, ik ga samen met een hele, hele goede Nederlandse natuurfotograaf. Vrij jonge jongen. Die in zijn werk de relatie tussen mens en dier centraal heeft staan. Mm-hmm. En samen reizen wij naar Nepal. En onderweg maken wij allerlei verhalen over hoe wij als mens met dieren omgaan. Oh. Want... dat is eigenlijk op zijn zachtst gezegd best wel wonderlijk. En wanneer ga je weer weg? Zondag. En hoe lang ben je altijd dan in Nederland? Nu was ik wel helemaal 2 weken hier, dus dat is best veel. Wat raar. Ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Zo'n geschakeerd bestaan, maar wel. Ja, ik vind het heel bijzonder dat ik die twee werelden mag zien, zeg maar. Ja, dat ik dan weer hier zit en dan straks weer de andere kant. Wij vinden het heel leuk dat je dat altijd met ons wilt delen. En ik hoop dat je hier ook een beetje thuis voelde. Heel ondanks erg. Je reislust. Ik vond het leuk om je te spreken, dames en heren. Floortje Dessing! Jullie heel veel bedankt voor komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond op naar de maandag. Hoi! Gefeliciteerd! Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.